Met z'n allen redden wij vandaag de SNS-bank voor 3,7 miljard euro. Inderdaad, 3,7 miljard euro. Dat kost wat, maar dan heeft hij ook niks. Gefeliciteerd, ook u bent een stukje eigenaar van de bank. Nou, daar zat ik niet op te wachten, moet ik je zeggen. Oh, maar het is wel gebeurd. 3,7 miljard. Ja, het is bijzonder jammer dat is gebeurd. Gefeliciteerd, we zijn weer een bankje rijker. Nou, je kan beter zeggen gecondoleerd, want de belastingbetaler mag daarvoor opdraaien. Ja, nog een bank, zou ik zeggen. Ja. Dat zijn er wel, het worden er nu wel steeds meer. Ook u bent een stukje eigenaar van de bank. De staat, ja. Ja, zeker. Ja, nou, u en ik hebben het betaald, dus we zijn allemaal een stukje eigenaar. Ja, zeker. En daar heeft hier mijn collega Dijsselbloem nodig over gezegd. Weet u hoeveel het per belastingbetaler kost? Het gaat inderdaad ten koste van ons allemaal. En dat is bijzonder treurig. 287 euro ja. Per persoon. Ja. Dat is toch heel raar te verklaren aan de kiezer? Ja, het is ook eerlijk gezegd bijzonder waardeloos. Hij moet de rekening niet zo makkelijk bij de burgers neerleggen. Hij moet de rekening neerleggen waar die thuis hoort. En dat is bij de winstmakende banken. Snelle projectontwikkelaars, vastgoedtypes, ja, die onverantwoorde beslissingen hebben genomen. En naar ons laten bloeden. Dit kost iedere Nederlander 287 euro. Hoe gaat u dat verantwoorden? Dat kan ik alleen maar verantwoorden door te wijzen op de gevolgen als we niet hadden opgetreden. Dan hadden 1,5 miljoen Nederlanders hadden niet bij een spaargeld gekund. Dan waren de andere banken die de rekening hadden moeten betalen, waren een heel, heel groot bedrag kwijt geweest en zelf weer in de problemen gekomen. Wat vindt u ervan dat meneer Dijsselbloem 3,7 miljard hierin pompt? Ja, dat is een enorm bedrag. Sterker nog, als je alle garanties erbij optelt, dan stijgt de staatsschuld zelfs met 10 miljard. Het zijn enorme bedragen. Je zei 10 miljard, hè? Ja, ik zei 10 miljard. Je kan je bijna niet voorstellen. Dat betekent wel dat er weer nieuwe bezuinigingen moeten komen. Wanneer gaan we naar het katshuis? Daar is geen enkele aanleiding voor. Ik verwijs gewoon naar hetgeen die Dijsselbloem heeft gezegd. Ik ben dus wel heel benieuwd wat het beeld uiteindelijk ook voor 2013 gaat worden. Terug naar het katshuis. Wie weet. De minister houdt zelf de boot af, maar ik zie inderdaad de buien hangen. Ik begrijp wel dat u daar een vraag over doet. Ik bedoel, de vorige onderhandelingen in het kassenhuis zijn toch niet helemaal vlekkeloos verlopen voor de VVD. Maar ergens zou geld vandaan moeten komen op dit moment. De heer Dijsselbloem heeft ook keurig aangegeven hoe dat is gedekt, hoe dat is gegaan. Dus daar wil ik naar verwijzen. Denkt u wel aan nieuwe verkiezingen? Nou, ik denk elke dag een nieuwe verkiezingen, want met dit kabinet gaat het holt Nederland gewoon keihard de afgrond in. Mocht u het katshuis ingaan, kijkt u dan wel uit dat meneer Rutte zich niet weer zo in de luren laat liggen? Ik verwijs nog een keer naar wat de heer Dijsselbloem vanochtend heeft gezegd. Dat mogen duidelijk zijn. Begin maart beslissen wij wat dit allemaal betekent voor de begroting. Nou, dan een heel fijn weekend, meneer Opstel. Ja, u hetzelfde. Ja. Dank u. Veel plezier met roeien. Dag.